Goedendag, kijk naar de weersverwachting van Weerplaatsen.nl. Vandaag hadden we prima temperaturen in een groot deel van het land, zo rond de 17-18 graden. Hier en daar in Brabant werd de 20 graden zelfs gehaald. Alleen in en Zee was het iets frisser met een graad op 14. Vanavond blijft het ook nog rustig weer, maar zoals iedereen inmiddels wel gehoord heeft, denk ik. Morgen verwachten we zware buien. Dat heeft allemaal te maken met een lage drukgebied. Dat vanochtend nog ten westen van Portugal lag. We zien het op de rand van deze weerkaart liggen. Helemaal links onderin. Daar ligt het lage drukgebied. Nou, het lage drukgebied gaat die kant op. En aan de oostzijde daarvan komt warme lucht onze kant op. Maar niet alleen warme lucht, ook buien. Dat zien we als we de boel in beweging zetten. We zien dat de regen onze kant op komt. Dit is vanavond om 10 uur, dan is het nog grotendeels droog. In de loop van de nacht trekt het regengebied dan over het land. En dan is het lage drukgebied al bij Zuidwest-Engeland aangekomen. En morgen overdag dan zien we dat het opklaart, maar dat er ook nog enkele buiengebiedjes over het land trekken. En dit morgenmiddag om 12 uur, dat is het moment dat we de zwaarste buien verwachten. Die trekken dan van Zuidwest naar Noordoost over het land. Later in de middag klaart het nog behoorlijk op. En wordt het zelfs in het westen van het land ronduit zonnig. En uiteindelijk trekken de buien razendsnel weg. Woensdagochtend ligt de lijn met buien eigenlijk al boven het oosten van Europa. Ver weg dus. Nieuwe buien komen er dan ook weer aan. Daar hebben we het later nog wel over. Eerst vanavond tijdens de herdenking om 8 uur is het overal droog, staat te weinig wind, zon schijnt ook nog even. Maar later in de avond komt er vanuit het zuiden alweer bewolking aan en gaat het regenen. En dat regengebied trekt komende nacht van zuid naar noord over het land. Is buigeregen, kan af en toe al stevig regenen en ook een klap onweer is niet uitgesloten. Want die regen geeft de voorste begrenzing aan van de warme lucht. Rond middernacht is het 12 tot 15 graden. Aan het einde van de nacht, bij het ochtendgloren, is de temperatuur alweer opgelopen. En de wind draait van oost naar zuidwest en uh, neemt in kracht toe. Morgen overdag, eigenlijk de hele dag, veel wind. In de ochtend 5 tot 6 bijvoorbeeld. In de middag kan die aan zee zelfs windkracht 8 worden. En ook boven dan nog steeds windkracht 5 tot 6. Dat is dus sowieso de hele dag. Verder een zonnige periode, zowel in de ochtend als in de middag. Maar er zijn ook enkele forse stapelwolken en die leveren buien op. Vroeg in de ochtend een enkele lokale bui. Vanaf een uur of elf verwacht ik dat de buigheid fors toeneemt. En de grootste kans op zware buien is waar ik hier de onweerstekens heb getekend. Dat is ongeveer in dit deel van Nederland. Waar exact ze gaan vallen, dat valt uiteraard niet te zeggen. Het kunnen zware buien zijn met onweer, hagel, windstoten tot 90 km per uur. Mocht je nou naar een bevrijdingsfestival gaan of iets anders buiten gaan doen, houd dan dus rekening met dat slechte weer. Maar hou er ook rekening mee dat de temperaturen smiddags gaan dalen. De temperaturen die we hier zien, dat zijn de waarden van ongeveer 12 uur smiddags. Maar als de buien dan eenmaal weg zijn, dan stort de temperatuur werkelijk in. In het westen is het halverwege de middag nog maar 13 graden. Ja, dan moet je toch je jas weer aan hebben, ondanks dat de zon schijnt. Maar ja, zoals er al gezegd, er waait nog steeds een hele forse wind. En dat zonnige droge weer, dat breidt zich in de loop van de middag en avond ook richting het noorden en oosten uit. Stevige buien dus morgenmiddag, dan even goed de weersverwachting in de gaten houden. Woensdag ook nog een paar buien, kan nog steeds een klap onweer bij zitten en het waait ook nog steeds hard. Windkracht 5 tot 7, gemiddeld dus 6 voor. Temperaturen 16 graden. Donderdag en vrijdag valt er amper een bui, schijnt de zon geregeld en dan is het 13 tot 18 graden. De wind is donderdag nog stevig, maar vrijdag neemt hij flink af. En kijken we dan naar de verdere vooruitzichten, nou, dan zien we dat de temperatuur weer gaat oplopen, maar dat is wel na het weekend. Dus de komende dagen duidelijk wat koeler en na het komende weekend lijkt de temperatuur weer naar 15 tot 20 graden te gaan. En soms komt hij er ook bovenuit. Allemaal nog ver weg, eerst morgen doorkomen. Nogmaals, houd onze berichten goed in de gaten. Ik ben Michiel Severin van weerplaatsen.nl.